Men klaagt steen en been over de huidige situatie zonder enige verdere actie te ondernemen. Elke dag uiten ze hun ongenoegen met een kloppende ader op het voorhoofd en zo nu en dan wat rondvliegend speeksel, maar daar blijft het verder bij. Ze mopperen als ze horen dat er wederom bezuinigingen doorgevoerd gaan worden, maar ze zullen niet protesteren. Ze tonen een medeleven als er een moord wordt gepleegd, maar ze zullen niet eisen dat de dader waarlijk gestraft zal worden. Natuurlijk, ze klagen als de dader een taakstraf krijgt, maar verder berusten ze in de situatie. Men is verworden tot een menigte van zieloze, trieste en laffe klagers, zwakkelingen die geen enkel greintje verantwoordelijkheidsgevoel bezitten. Men ziet dagelijks hoe ons land verder afglijdt en weet zelfs dikwijls de oorzaken aan te wijzen. Alsnog verandert er niets. We leven in een tijd waarin het volk van elkaar vervreemd is. Waar men vroeger bekommerd was om zijn naaste en een dame in nood directe hulp schoot, loopt men nu vlug door en haalt de neus op voor de leidende. Hoe vaak zijn hulpverleners en medewerkers van het openbaar vervoer wel niet mishandeld, met klaar daglicht, ten overstaan van tientallen toeschouwers? Hoe vaak hebben laffe misbaksels van laagste allooi zich wel niet uit de voet kunnen maken, omdat niemand ze een strobreed in de weg lag? Verschrikt en met de hand voor de mond kijken de toeschouwers elkaar aan en denken: waarom doet niemand iets? Kan niemand die arme drommel dan helpen? Dit kan toch zomaar niet? Te laf om in te grijpen, te egoïstisch om iemand te helpen en te zelfzuchtig om hun eigen veiligheid te riskeren voor een volksgenoot. Dagelijks worden mensen overvallen, dagelijks vinden er verkrachtingen plaats, dagelijks verliezen mensen hun banen, dagelijks vindt er te veel ellende plaats om waarlijk te bevatten. Toch zal niemand iets ondernemen, zal niemand op de bres springen en zal niemand iets veranderen. Ons volk berust in haar ondergang. Men accepteert het en omarmt het haast. Traditionele waarden als gemeenschapszin, trouw, eer en moed zijn vervangen door egoïsme, het zogeheten individualisme, en materialistisch hedonisme. Alles dient tegenwoordig in het teken van genot te staan en is het enige dat nog nagevolgd dient te worden. Men leeft tegenwoordig puur voor geld en een financiële positie. Ze berusten zelfs in de vernietiging van hun volk voor die positie. Het maakt ze niet uit als hun landgenoten verraden worden door plutocraten en de politiek, zolang ze nog een orgasme kunnen krijgen van een nieuwe hoes voor een iPad. Ze denken dan: zolang ik het maar goed heb, hoef ik me geen zorgen te maken. De enige momenten dat deze egoïsten voor een andere te pres springen, is als de een of andere huilende immigrant voor de camera wordt geflikkerd bij het hart van Nederland. Terwijl hun eigen volksgenoten worden mishandeld door cultuurverrijkers en de plutocraten, klappen ze als een stel de bielen voor het betraande gezicht op tv. Hun altruïstische hart wordt geroerd en met man en macht demonstreren ze voor een ander, terwijl ze weigeren te strijden voor hun eigen fysieke en culturele voorbestaan. Waarschijnlijk geven ze bar weinig om het jankende individu op tv, maar lopen ze mee met de meute omdat dat nou eenmaal in is. Gulrijken ze hun kleinheid uit aan zogenaamde goede doelen, verlanden hier ver vandaan om hun ego te strelen en hun gemoed te sussen. Nu heb ik toch iets goeds gedaan voor mijn medemens. Diezelfde egoïsten die jammeren ten gunste van een ander, negeren het lijden van hun volksgenoten voorkomen. Dankzij de cultureel marxistische indoctrinatie wordt het opkomen van volk en vaderland gezien als een uiting van racisme in plaats van naastenliefde. Als het volk niet gauw tot actie overgaat en werkt naar een oplossing, is de verwoesting van ons volk en vaderland de zekerheid. Waar verkrachters er nu al vanaf komen met een waarschuwing, bejaarden beroofd en mishandeld worden en kinderen vaak niet eens meer veilig over straat kunnen, zal het er alleen maar erger op worden als men blijft hangen in een laffe, passieve en fatalistische houding. Ondanks alle ellende hebben we als een volk nog steeds de mogelijkheid om onze toekomst in eigen handen te nemen en niet af te laten hangen van de volksverraders in Den Haag. Een volk dat weerbaar en strijdvaardig is zal overwinnen. Een volk welke slaafs meeloopt in het systeem en zich meur laat slaan zonder verzet, zal een zoveelste vergeten pagina zijn in het toekomstig geschiedenisboek.